Volgens minister Hugo de Jonge kan er op 4 januari gestart worden met vaccineren. Bewoners van verpleeghuizen en andere instellingen zijn als eerste aan de beurt. Is op 4 januari starten met vaccineren voor deze groep in de praktijk wel haalbaar? Ik praat erover met Henk Kamp, bestuursvoorzitter van de branchevereniging voor thuis- en verpleegzorg Actis. Welkom, meneer Kamp. Goedemiddag, meneer Huis. Eerst maar eens even, hoe is de situatie? Want in oktober zei u met Actis van het water staat ons aan de lippen met die verpleeghuizen. Het is bijna niemand te doen. Hoe is het nu? Ja, we hebben in Nederland een hele goede zorg voor ouderen. Thuiszorg, wijkverpleging en in de verpleeghuizen. Zijn we elkaar gewend geraakt? Dat betekent, we denken dat als het nodig is, als we oud zijn en kwetsbaar, dat er dan voor ons gezorgd wordt. Maar op het moment in die verpleeghuizen en in die wijkverpleging, in die thuiszorg, hebben we al 50.000 mensen te weinig om die zorg te verlenen. 50.000? 50.000. En dat groeit de komende jaren tot 65.000 een paar jaar later. Maar wat we zien in de komende 20 jaar, en 20 jaar is niet zo heel lang, wat we zien is dat die vraag naar ouderenzorg verdubbelt. Er komen ruim 2 keer zoveel mensen met dementie. Er komen ruim 3 keer zoveel 90-plussers. Dus er is steeds meer vraag naar ouderenzorg. En ja, wij zien niet hoe aan die vraag tegemoet gekomen kan worden. Ja. U kijkt over 20 jaar, maar hoe is het nu? Want we zitten midden in een coronacrisis. Ja. Iedereen hoort die verhalen, ik ook in verpleeghuizen, dat het steeds moeilijker wordt om mensen te verzorgen, omdat het moeilijk is om nog personeel te vinden. Merkt u dat ook? Ja, ik denk dat er alle reden is om voortdurend te blijven klappen voor de mensen die werken in de zorg voor ouderen. Ik heb al gezegd 50.000 mensen die we meer kunnen gebruiken dan er nu zijn. We hebben in de verpleeghuizen een verzuim op dit moment van 9-10%, omdat ook ons personeel last van corona heeft. Dus het personeel staat onder grote druk om die zorg voor ouderen te geven. We hebben nog steeds heel goede zorg, maar dat kan niet vanzelf zo blijven. Er zullen dingen moeten veranderen om te zorgen dat we ook in de toekomst goede zorg aan onze ouderen kunnen blijven verlenen. Is het nog goed genoeg op dit moment? Op dit moment is het met krabben en bijten, touwtjes aan elkaar knopen, is het goed genoeg. Maar wij zaten al met een personeelstekort en daar kwam de corona overheen. Ja. En het personeel is eerst bezig geweest met een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Er kwam aan de orde dat er een bezoekregeling, een beperking van het bezoek was, wat heel lastig was, ook voor het personeel. We zaten met testen die allemaal uitgevoerd moesten worden. Nu zitten we weer met de vaccinatie. Dus de druk is groot. Meneer Kamp, wat eigenlijk opviel in de coronacrisis is dat de verpleeghuizen altijd de laatste in de rij waren. En dat er niet over naar... Ik zie Lilian Marijnissen achter u knikken. Dat was eigenlijk de laatste groep waar het kabinet aandacht aan besteed heeft. Ja, ik heb er wel begrip voor, gelet op wat er zich in de ziekenhuizen afspeelde, dat daar veel aandacht naartoe ging. Maar ik begrijp niet dat u daar begrip voor heeft. Ik vond dat we ook vanaf het begin minstens evenveel aandacht hadden moeten hebben voor die verpleeghuizen. Maar waarom zegt u dan, ik heb er begrip voor dat er geen aandacht voor was? Nee, ik heb er begrip voor dat er veel aandacht was voor de ziekenhuizen. Dat was nodig. Het is toch niet of, het is toch en zou het toch zo moeten, is het, hè? Precies. We hadden dus vanaf het begin en die aandacht voor de ziekenhuizen moeten hebben en de aandacht voor de verpleeghuizen. En in het begin is dat onderschat. Is dat zoveel beter nu dan? Dat is nu beter. Er is nu meer aandacht voor. Er is bovendien ook meer ruimte voor lokaal maatwerk. En dat is nodig. En als je onder druk staat, dan kun je op locatie het beste zelf bekijken hoe het opgelost kan worden. En dat gebeurt op dit moment. Kijk, de spannende vraag om aan u te stellen is natuurlijk, is de zorg op dit moment nog kwalitatief op orde als het gaat om verpleeghuizen, of zijn we onder de lijn aan het zakken? Ik vind dat we op dit moment nog kwalitatief op orde zijn. We hebben ruim 400.000 mensen die in de thuiszorg en in de verpleeghuizen heel veel goed werk leveren. Maar als je ziet dat het aantal ouderen dat heel sterk groeit, dat de vraag naar zorg aan het verdubbelen is, en dat gaat niet in één klap in 2040, dat gebeurt geleidelijk, terwijl we nu al te weinig mensen hebben. Dus we zullen die zorg anders moeten gaan organiseren in ons land, met meer eigen verantwoordelijkheid, met minder administratieve lastendruk, want daar praten we veel over. Mm. Maar de mensen zijn nog steeds een heleboel tijd met administratieve lasten bezig. We zullen allerlei dingen moeten doen om dat probleem met z'n allen op te lossen. Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? Yes. U zit in deze wereld, u bent voorzitter, de helft van uw tijd gaat daaraan op. U bent eind 60. Denkt u er zelf wel eens over na? Van hoe zal het zijn als ik aan de beurt ben? Zijn er dan nog genoeg mensen die mij of mijn geliefde kunnen verzorgen? Nou, als ik aan de beurt ben, dat zal ongeveer met 85, 86 jaar zijn. Dus over 20 jaar. Als er een verdubbeling is van de vraag naar zorg voor ouderen. Ja, ik ben op dit moment in een positie dat ik het probleem over kan brengen en kan helpen werken aan oplossingen. Dus ik ben vooral geconcentreerd op wat ik nu kan doen en niet op wat ik later nodig heb. Nee, u denkt er niet over na? Ik denk vooral na wat ik nu kan doen om te zorgen dat het probleem opgelost wordt. Dat er iets gebeurt waardoor we ook in de toekomst
goede zorg voor ouderen kunnen leveren. Wat zou u willen dat er gebeurt in Nederland als het gaat over dit onderwerp? Wat moet er gebeuren? Nou, ik denk dat om te beginnen moet iedereen in Nederland zich bewust zijn dat dit niet een probleem is van de verpleeghuizen of van de thuiszorgorganisaties. Dit is het probleem van ons allemaal. We zijn of zelf oud of we worden oud, of onze ouders zijn oud, de buren, de familieleden. Dus dit moet een probleem zijn waar iedereen mee bezig is. En ik denk dat we daar ook in de politiek mee bezig moeten gaan. En dat dezelfde aandacht die er is voor het klimaat terecht en voor de energie terecht, dat die er ook voor de ouderen moet komen. Dus bijvoorbeeld de klimaattafels die door uw partijgenoot Ed Nijpels zijn geleid. U zegt dat dit onderwerp is zo nijpend en belangrijk, daar moet je nu meteen mee aan de slag gaan. Ja, ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we aan ouderentafels, tafels voor de zorg voor ouderen, dat we met ondersteuning en met een structuur en met een doel waar we naartoe werken, dat we er met elkaar over praten, de feiten onder ogen zien en ook kijken hoe we allemaal bij kunnen dragen aan oplossingen. Ik denk dat dat absoluut noodzakelijk is. Lilian Marijnissen zei net, zij pleiten voor een hoger minimumloon van 10 naar 14 euro per uur. Veel van de mensen, ook in uw sector, die krijgen natuurlijk ook heel laag en slecht betaald. Dat leidt er misschien wel toe dat u zoveel vacatures open heeft staan. Bent u het met haar eens? Zij noemde de zorggroepen. Daar moet je veel meer geld voor uittrekken. Veel betere salarissen geven, zodat het professioneler geregeld is. Nou, wat er in ieder geval gebeurd is de afgelopen jaren, is dat voortdurend de marktontwikkeling voor lonen, dat die ook in de zorg is gevolgd. Dat is een goede zaak. Alleen toen dat begon, een aantal jaren geleden, toen was er een achterstand voor de zorg wat betreft salarissen. En die achterstand is nog niet ingehaald. Dus ik vind het heel terecht dat we ernaar kijken hoe we, als we oplossingen gaan zoeken, hoe we ook kunnen zorgen dat ons personeel optimaal gemotiveerd blijft. Dat u een bondgenoot heeft, mevrouw Marijnissen, in uw strijd voor een beter salaris, zeker voor zorgpersoneel. Dan even het inenten. Ja. 4 januari is de ambitie van de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, om dan te beginnen met het coronavaccin van Pfizer. Dat vaccin moet nog goedgekeurd worden door het medicijnenbureau EMA hier in Amsterdam. Ja. Denkt u dat het haalbaar is, 4 januari? Nou, u gaat een beetje kort door de bocht. Het is zo dat hij heeft gezegd in de week van 4 januari als alles mee zit. Maar ik vind ook dat het goed is. Dat zei ik ook. 4 januari, ja, de week van 4 januari. Ja. Oké, laten we het niet over dagen hebben, maar dat is over 3 weken. Ja, nou, ik vind dat het heel krap is. Als je weet dat het EMA-advies over de vaccins die nu beschikbaar komen, dat het pas 29 december afkomt. Daarna moet er nog van de Europese Commissie ook een handelsvergunning komen. Er moet een advies van de Gezondheidsraad komen. Vervolgens moeten die vaccins aangeleverd worden. Dus het is allemaal heel erg krap. Maar we zitten natuurlijk wel dringend verlegen om die vaccins. En dat de minister zich dat bewust is en die zaak onder druk zet en iedereen prikkelt om zich tot het uiterste in te spannen, om het ook voor elkaar te krijgen. Ja, wij van onze kant willen daar graag aan helpen. Wij willen heel graag die vaccins hebben voor onze bewoners. We willen heel graag die vaccins voor ons personeel hebben. En wat wij kunnen doen, dat zullen we doen. Iedereen zal het met u eens zijn dat iedereen het heel graag heel snel wil hebben. Tegelijkertijd zeiden de huisartsen deze week, dat is bijna niet te doen wat hier gebeurt. Het is ingewikkeld, dat vaccin moet 70 graden min moet dat vervoerd worden. We hebben die spullen niet op dit moment in de praktijk. Je kunt het niet in kleine porties toedienen. Ja. Zijn er heel veel praktische obstakels naar dat begin januari verhaal van Hugo de Jonge? Ja, we zullen het in eerste instantie met dat Pfizer-vaccin moeten doen. Mm. In de loop van januari komt het Moderna-vaccin beschikbaar. Dat is wat makkelijker te handelen. Het is zeker niet gemakkelijk om dat eerste vaccin beschikbaar te krijgen. Maar goed, als die kans er is, als het vaccin in België geproduceerd wordt, als het goedgekeurd wordt, ja, dan willen we het toch heel graag hebben. Dan zullen we kijken hoe we met de huisartsen en met de GGD en met ondersteuning misschien van Defensie, hoe we het toch voor elkaar kunnen krijgen dat de ouderen en de verzorgenden, dat die er zo snel mogelijk van kunnen profiteren. U zegt het is heel krap. We weten niet of we dit gaan redden. Nog één belangrijk punt. Veel mensen, verplegend personeel, hebben het niet zo op vaccins en inentingen. We weten van het RIVM dat rond de 10-15% van het verplegend personeel zich maar laat inenten voor het griep, met het griepvaccin. Ja. Dat gaat misschien nu ook weer gebeuren. Hoe kwetsbaar is dat? Dat ouderen dus geconfronteerd worden met verplegend personeel dat zich liever niet wil laten inenten tegen corona? Nou, het hangt in de eerste plaats af van wat de EMA en de Gezondheidsraad straks gaan zeggen. Die gaan zeggen of het medicijn of het vaccin geschikt is. Die gaan ook zeggen wat de bijverschijnselen zijn. Ja. En vervolgens is het onze taak ook van de zorgorganisaties om het personeel en de bewoners en de mensen thuis te overtuigen van het belang van een vaccin. Want neemt u het zelf? Zou u zichzelf? Onmiddellijk ga ik het doen. Want ik zag net in het journaal, dat wil ik graag aan u vragen, dat de Britse koningin
heeft gezegd van ik ga dat vaccin nemen. Ja. Ook om de bevolking, neem ik aan, ervan te overtuigen dat dit een goed idee is. Drie nog in leven zijnde presidenten in Amerika hebben hetzelfde gezegd. Hè? Ja. Bush, Obama en Clinton. Vindt u dat er ook in Nederland iemand met een grote symbolische uitstraling, leden van het Koningshuis, een soortgelijk statement zouden moeten maken? Ik denk het niet. Ik denk dat wij met z'n allen weten dat we die corona-ellende alleen maar doorkomen als we goed gebruik gaan maken van die vaccins. We hebben het nodig dat minstens 70% van de bevolking dat die gevaccineerd is. Wij in de verpleeghuizen en in de thuiszorg hebben groot belang bij dat vaccin. En wij zullen onze medewerkers en de mensen waar wij ons verantwoordelijk voor weten, zullen we proberen te informeren op basis waarvan zij zelf tot een positief besluit kunnen komen. Maar een aanmoediging van een bekende Nederlander, dat hoeft voor u niet? Ach ja, als het iemand is die tot de doelgroep behoort, wel. Maar de doelgroep komt eerst. Duidelijk. Henk Kamp, bedankt voor uw komst vandaag naar Buitenhof.